De Nationale Partij Suriname onder voorzitterschap van Gregory Rusland zal een commissie Herstel en Wederopbouw Suriname installeren. Deze mededeling deed Rusland tijdens het jaarlijkse partijcongres van de NPS. De politicus zegt dat indien de NPS aan de macht komt, er meteen oplossingen moeten worden gepresenteerd voor de problemen die regering Bouterse heeft veroorzaakt. Een van de grootste problemen is volgens Rusland de financiële onrust in het land. Volkomen sabi dat wij als NPS onze verantwoordelijkheden beseffen. We hebben het reeds gedaan. Dus wij gaan ons nu voorbereiden, nogmaals, zodat deze momenten door het afvolgen Djibouno en Occasie, zodra je akkoordere, dat we vanaf dag 1 die maatregelen kunnen treffen. Ik wens op dit moment alvast enkele namen te noemen van mensen die reeds hebben aangegeven hun bijdrage te zullen leveren aan dit initiatief, deze commissie. Ik wil beginnen met te noemen mevrouw Stephanie Brown. Maak een applaus. De heer Ronald Assen. De heer Gerald Paulino Regio. Ook de ex-minister van Buitenlandse Zaken, Marie Levens, ex-minister van Defensie, Ivan Fernald, en ex-president Ronald Venetiaan zullen deel uitmaken van deze commissie, zei Rusland. Hij zegt dat de NPS haar verantwoordelijkheid kent. Volkomen sabi dat we een positie in het NPS serieus hebben. En we wachten tot 2020, we beginnen sectoren nu. Omdat we er overtuigd van zijn dat een volk op die oorlog aan occasie voor draai akkoorden ligt van Amoussou. Ik wil kort blijven stilstaan bij enkele activiteiten die wij als partij in 2018 onze aandacht aan zullen geven. En een van de belangrijke punten is waar wie op presteert ons revie lek NPS komt af verkiezingsakkoorden. En als we daarbij stilstaan en we de ontwikkelingen buiten ons ook volgen, dan kan ik u zeggen dat op dit moment de intentie is, en dan herhaal ik het, dat de NPS als zelfstandige organisatie de verkiezingen zal ingaan. Dat was voorzitter Gregory Rusland van de Nationale Partij Suriname, de NPS, tijdens het jaarlijkse partijcongres afgelopen zaterdag.